Bouwend Integrated Pipesystems maakt fittingen van hoogwaardig materiaal. Dus van staal, messing of van roestvrij staal. En die maken we voor geïntegreerde leidingssystemen, Integrated Piping Systems. Hier op de locatie Hilversum en in Zeewolde werken we dan zeg maar, met de connectietechnologie. Dus dat is alleen maar een stukje wat de buizen met elkaar verbindt. Nou, als je gaat terugkijken, dan denk je altijd van, god, dat heb ik eigenlijk veel gedaan. Maar we zijn begonnen met kleine stapjes. Ik denk dat we in 2018 met echt MP Experience aan de slag zijn gegaan. Met oké, hoe kunnen we dan de waarde die we hebben vanuit Aalberts, hoe kunnen we die beter laden? Hoe kunnen we kijken naar de medewerkersreis en wat er allemaal gebeurt op die reis en welke stappen zetten we dan door dat beter in kaart te brengen. Wat heel belangrijk was, dat we veel meer wilden weten hoe krijgen we medewerkers meer engaged, dus meer employee engagement te pakken te krijgen. En om dat te doen hebben we gezegd, maar dan moeten we gaan vragen aan medewerkers wat ze nodig hebben om ervoor te zorgen dat het ook gebeurt. En daar hebben we ook een medewerkersonderzoek gedaan via het Happiness Bureau. Uiteindelijk. En die hebben we voor het eerst gedaan in maart 2019. Met wel echt de vraag van, goh, wat vinden jullie eigenlijk van hoe we het hier doen binnen onze organisatie? Daar kwam een 6,9 uit. Het was op zich niet een hele verkeerde score, maar niet goed genoeg voor ons. Waardoor we wel gezegd, hier gaan we mee aan de slag. Toen hebben we daarna sessies gehouden met de afdelingen om te vragen van, oké, maar dit heb je als antwoord gegeven. Wat betekent dat dan? En wat heb je dan gemist in de tussentijd? Of wat vind je dat we beter kunnen doen? Uiteindelijk hebben we daar 3 onderwerpen uitgehaald die we hebben gezegd, nou, die kunnen we organisatie breed gaan beetpakken, want dat leeft niet bij 1 afdeling specifiek, maar dat leeft bij meerdere afdelingen. De onderwerpen die we daar hebben beetgepakt was onder andere interne communicatie. We hebben beetgepakt het stukje over het beoordelingssystematiek, die ze niet meer vonden bij deze tijd passen, om maar even zo te zeggen. En het laatste stukje dat we hebben beetgepakt is het stukje waardering. Dat hebben we met verschillende onderwerpen gedaan. Als ik een stukje eruit haal van bijvoorbeeld interne communicatie, dan zeggen we van oké, wat kunnen we dan nu beter doen? Maar voordat we het zelf gaan invullen, laten we eens vragen wat er dan anders kan en wat er dan gemist wordt. En we hebben wel getracht om dat beter te doen het afgelopen jaar. Nu hebben we een tweede meting gedaan in maart en dan blijkt dat we er nog niet zijn. We zijn wel zeg maar gestegen van 6,9 naar een 7,2. Wat een super mooie stijging is als je daarna gaat kijken. Maar ook dan zeggen we weer, we zijn er nog niet. En ook interne communicatie was een van de onderwerpen die dit jaar weer terugkwam. Als zijnde van, goh, daar zijn we nog niet helemaal tevreden over. Dus we gaan dit jaar in de sessies nog specifieker aandacht geven aan dat stuk. Door echt te vragen, maar wat mis je dan nu? Wat zou je echt van ons willen wat we breder en meer gaan communiceren? Want heb je niet genoeg om je werk te kunnen doen? Of is communicatie nooit genoeg en gaan we dit nooit 100% perfect doen? En die vraag gaan we nu wel echt weer stellen aan onze medewerkers om echt wel te weten van wat kunnen we dit jaar dan weer gaan aanpakken, waardoor we daar weer zeg maar stappen in kunnen zetten. Ja, het feestje van HR is wel vaker zo, hè, dat zo wordt genoemd. Ik denk dat het in het begin zeker een feestje was van HR. Ik denk alleen wel dat ik heb getracht in alle gesprekken of dingen die we tegenkwamen waarvan ik dacht, ja, maar dit kunnen we vanuit employee experience of vanuit werkgeluk op gaan lossen. Dat ik dat heb benoemd en ook op die manier heb aangevlogen. Waardoor het op een gegeven moment meer een gegeven is dat je ermee bezig bent, als dat je nog moet overtuigen. En dat is wel stapje bij beetje natuurlijk steeds beter gelukt. Als we het gaan hebben over de techniekbranche waar we in zitten, waar mensen gewoon heel schaars zijn, maar zeker goede techneuten, dan wil je ook wel onderscheidende werkgever zijn ten opzichte van alle anderen die ook technici zoeken. En hoe kun je dat dan bewerkstelligen? En vooral ook, hoe kun je dat gaan uitstralen, dat zelfs je medewerkers hierover gaan praten? Want het moet niet zo zijn dat wij van WC Eend adviseren WC Eend. Het moet zo zijn dat de medewerkers gaan vertellen, joh, het is echt een super gaaf bedrijf om bij te gaan werken. En kijk, want ze doen dit en dit en dit om echt wel die medewerkers centraal te zetten. Dus daar zijn we wel echt mee aan de slag gegaan. En daarvoor hebben we stukje bij beetje, met kleine stapjes, telkens meer kunnen doen. Begin klein. Dat is denk ik het allerbelangrijkste advies. Ik weet heel goed dat ik altijd vol enthousiasme aan iets begin. En dat een van de directeuren tegen mij zei van, joh, maar one step at a time. We gaan niet in één keer die hele reis beetpakken, want dat haal je toch niet. Dus dan ga je alleen maar tegen jezelf aanlopen. Dus begin klein en zie elke stap ook als zijnde onderdeel van die grotere reis, bij wijze van, om bij je grotere doel uit te komen.
En door het al met klein te beginnen, is het inderdaad op een gegeven moment gewoon zo dat je ermee bezig bent. En dat je niet meer mensen hoeft te overtuigen dat je ermee bezig moet gaan. Omdat je met kleine stapjes er al naartoe aan het groeien bent.